Yes, ah. Dit is een plekje wat jullie niet van mij kennen. Maar waarom zit ik nou hier? Yo, gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dit is een plekje dat jullie niet van mij kennen. Ik zit nu ook namelijk aan onze eettafel. Waarom zit ik hier? Nou, jullie kennen natuurlijk mijn normale fingerboardplek, de Black River Playground. En dit is ook gewoon een helemaal prima plek om lekker te fingerboarden, maar niet iedereen heeft zo'n playground. Dat begrijp ik, dus vandaag ga ik jullie laten zien waar kan je allemaal fingerboarden. Het mooie van fingerboarden is dat je natuurlijk gewoon wanneer en waar je het kan doen. Het kan natuurlijk ook buiten en overal, maar vandaag is het best wel slecht weer. Dus ik ga jullie laten zien hoe je nou de beste plekjes kan vinden in je huis. Het enige wat je daarvoor nodig hebt natuurlijk is een fingerboard en je imagination. Yes, vandaag gaan we gewoon kijken van, hey, waar gaan we fingerboarden? Wat is nou een goede plek? Wat is een minder goede plek? Ik ga jullie meenemen naar de volgende plekken. En de allereerste plek, nou ja, is natuurlijk hier aan de eettafel. Het is gewoon een mooi stuk hout. Meestal kan ook glas zijn, dat is nog fijner, want het rijdt gewoon echt super chill. Maar je hebt gewoon een grote oppervlakte, je kan overal skaten. Je hebt genoeg ruimte om toffe tricks uit te voeren. En gewoon om lekker bezig te gaan en gewoon lekker oefenen met je trucjes. Een kleine disclaimer nog voordat ik verder ga. Mijn vader is er momenteel niet, dus dat is natuurlijk wel een ding. Als je ouders er niet zijn, kan je deze dingen doen in de eetkamer, in de woonkamer, whatever. Als mijn pa er wel is, dan zit ik hier niet, want die wordt op een gegeven moment gek van de... Ja, dat dus. Het maakt wel veel herrie, dus ik begrijp het wel. Dus daarom doe ik het ook snel nu, nu die er niet is. En ik denk dat er ook wel genoeg momenten zijn wanneer het wel kan. Op zich zal het niet heel erg zijn. Ik vind het namelijk een satisfying geluidje, dus daarom kan ik het ook doen. En ik denk ook dat vooral de fingerboarders onder ons dat ook vinden. Maar ja, er is helemaal niks mis met het geluidje. Alleen ouders vinden het soms wat vervelend. Maar dat kan gebeuren. Maar dus de eerste locatie is gewoon op de tafel. Oké, maar dan denk je van, hé, nu heb je alles gehad. Nee, tuurlijk niet. Want op je tafel kan je ook gewoon een hele hoop attributen neerleggen. Zoals een boek, een doos, een tonnetje. Ik bedoel, maar je kan gewoon die gieter gebruiken als rail. Het is gewoon wat je ervan maakt. Maar meestal heb je ook andere dingen die je kunnen helpen met een mooie fingerboard ramp. Zoals deze fruitschaal, die staat dan op de tafel. En het enige wat je hoeft te doen is heel simpel het fruit eruit halen. En je hebt gewoon echt een toffe ramp. Deze kan je natuurlijk gewoon gebruiken om erin te gaan. Het is een soort van kleine mini bol. En ja, dit is gewoon heel nice. Het rijdt lekker, het klinkt goed. En ja, je kan er gewoon leuke trucjes mee doen. Vergeet natuurlijk niet aan het einde van zo'n sessie alles gewoon weer netjes terug op te ruimen. Vergeet dat niet. Gaan wij door naar de volgende locatie. Die was al leeg. De keuken! De keuken is een van de betere plekken in huis om te fingerboarden. Dat natuurlijk omdat je een mooi keukenblad hebt. Wij hebben hier dan een houten blad, maar marmer... Oh, marmer rijdt het lekkerst. Dus als jij een marmeren keukenblad hebt, ga daar op fingerboarden, want er is niks beters dan dat. Maar een keukenblad is altijd net wat gladder, net wat nicer om op te rijden dan een normale tafel. Deze keuken is echt, wordt vaak gebruikt als fingerboardobstakel, ik ga het je heel eerlijk zeggen. En het mooie is, je kan zo over naar het gasfornuis en dan kan je zo een soort van mini grind gooien. Maar ja, de keuken is toch wel een van mijn favoriete plekken om ook op te fingerboarden. Ik kan het ook wel aanraden. Maak het eerst wel schoon, want je wil geen dingen in jouw wieltjes hebben. Geen plekjes, geen shit. Dus ja, maak het wel schoon en dat is dan de keuken.
Oké, en dan nu? Waar gaan we dan nu heen? Op naar de woonkamer. Ook de woonkamer biedt genoeg leuke plekken om te vingerborden. Denk aan een tv-meubel, denk aan een kastje, denk aan een tafeltje, denk aan eigenlijk van alles. Bij Matthijs thuis, het maatje die mij heeft geholpen met het baken van de halfpipe. Heb je de video nog niet gezien? Klik even op dat dingetje. Bij hem thuis heb je verschillende hoogte aan tafeltjes, waardoor het echt een superleuke fingerboardcombinatie is om van de hoge naar beneden te gaan. Je hebt natuurlijk een hele hoop meer verschillende dingen en ik denk dat er gewoon genoeg plek is in een woonkamer om te fingerboarden. Voor mij is het toch alleen maar dit tafeltje. Ik zie wel een aantal andere dingen die we kunnen gebruiken, maar het is niet heel erg handig om te filmen en om daarmee dingen te doen. Dus heb jij leukere dingen, laat dat dan even weten in de reacties. Maar de woonkamer staat dus ook vol met leuke fingerboardmogelijkheden. Ja, zoals jullie konden zien, ook de woonkamer heeft genoeg fingerboardmogelijkheden. Dan gaan we nu maar naar boven. Yes, daar zijn we dan boven. Ook boven zijn er genoeg plekken om te fingerboarden. Natuurlijk in je eigen kamer, waar ik nu dan ben, om te fingerboarden op je bureau of op je nachtkastje of noem maar op. Het kan overal. Maar natuurlijk, ieder huis is anders. Dat begrijp ik ook wel. Misschien heb jij wel geen wc. Dat lijkt me sterk, maar het kan. Ik heb dan de Black River Table. Ook wel de Playground Table, goed zo Barend. En daarmee fingerboard ik natuurlijk het meest. Of op mijn bureau als ik een filmpje aan het kijken ben. Op mijn computer en dan kijk ik gewoon lekker terwijl ik aan het oefenen ben. Nou, dit kennen jullie natuurlijk al. En dit is ook wel voor mij de go-to spot. Nu val ik niemand lastig en niemand vindt het vervelend als ik de hele tijd geluiden maak. Trouwens een tip, ik heb hier een muismat liggen. Maar je kan ook gewoon een boekje of een papiertje gebruiken. Waardoor in plaats van dit geluid, hoor je dit geluid. Dat is dus echt een groot verschil en dat kan ik dus aanraden. Vinden je ouders het heel erg vervelend of is het al wat later in de avond? Doe het dan op een muismat of koop een hele grote muismat. Dat is gewoon wel heel chill, zodat je minder lawaai maakt. Maar ook boven zijn er natuurlijk andere kamers. Wij hebben boven natuurlijk een badkamer, slaapkamers en misschien een extra kamer. En die extra kamer kan je natuurlijk ook gebruiken als fingerboardkamer. Ik ga daar hopelijk, als ik 10.000 abonnees heb, heb ik mezelf voorgenomen om een Black River Park te kopen. Ja, ik heb daar heel veel zin in, maar dan moet ik eerst natuurlijk 10.000 abonnees halen. Dus ben je nog geen abonnee, klik dan even op het knoppie. En je hebt natuurlijk de badkamer, waar we nu heen gaan. Yes, daar zijn we dan in de badkamer. Want ook de badkamer kent leuke plekken om te fingerboarden. Ja, want in de badkamer heb je natuurlijk het gootsteen. Dat was wel bijzonder zo in de spiegel. Maar de gootsteen is namelijk gewoon een bol. In de gootsteen kan je natuurlijk alle trucs doen die je wil als wat je zou doen in een leeg zwembad, een bol. En ja, deze gootstenen die zijn altijd ook wel van lekkere kwaliteit omdat het nou ja, van steen is. Logisch, het zit in de naam. En dat rijdt super lekker bij fingerboarden. Als je wat betere wieltjes hebt die niet helemaal plastic zijn, dan zul je merken dat steen en marmer en zo veel lekkerder rijdt dan hout. En daarom is een bol of een ding in de badkamer altijd leuker. Natuurlijk heb je ook gewoon een bad. En in het bad kan je natuurlijk gebruiken als halfpipe. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga er nu niet in zitten. Want ga jullie dat niet laten zien. Ik denk dat dat een beetje voor zich is. Dus hier is de bol. Hier gaan we eventjes wat toffe trucjes doen. Ik denk dat deze goed gebruikt kan worden als fingerboardobstakel. Let wel even op dat je hem een beetje schoonmaakt. En dat je hem in ieder geval droog maakt. Want als er water in ligt, dat is niet heel erg best voor je fingerboard. Dat kan roest veroorzaken en allemaal dat soort dingen. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus maak het even goed droog voordat je gaat shredden. We zijn nog heel. Het leek mij dus trouwens echt super leuk om een keertje langs te gaan bij Tegeldepot. Ik kom ook uit Zwolle. Om daar al hun dingen uit te testen. Om daar een leuk video te maken. Maar ja, dan moet eerst
Shahid dat goedkeuren, dus hit me up. En dan gaan we gewoon gek hard fingerboarden in Tegeldepot. Zoals jullie zien zijn we aangekomen op de zolder en voor de mensen die vanaf het begin af aan al mijn video's keken, kennen jullie dit plekje al. Hier heb ik al mijn oude 29mm fingerboardjes, al mijn oude rams, al mijn zelfgemaakte rams, die liggen allemaal hier. Zoals ook een concrete box en allemaal dat soort dingen. Ja, er liggen hier een hele hoop leuke oude rams. En dit is eigenlijk gewoon een wastafel. Ja, een wastafel is gewoon ideaal om eraan te beginnen. En zoals jullie ook kunnen zien, zijn er twee tafels. De ene lager dan de ogen. En daar heb ik dan een mooie verhoging van gemaakt. Zodat je dat ook kan gebruiken voor je fingerboards. Eigenlijk op zolder heb ik verder niet heel erg veel ruimte behalve dan deze tafels. Maar deze staan best wel vaak vol met gewoon was. Dus kom je niet heel erg vaak meer. Zoals jullie kunnen zien, ik moet ook aardig bukken om op de juiste hoogte te zitten. Dit komt omdat dit natuurlijk is gemaakt voor Mini Barend. Ik was toen ook echt nog maar zo groot. En ik ben inmiddels toch wel weer iets gegroeid, zoals jullie kunnen zien. Nog steeds niet veel, ik ben nog steeds best wel klein. Maar ja, deze heb ik altijd vroeger heel veel gebruikt. En op zolder zijn er dus genoeg mogelijkheden om ook daar lekker te gaan fingerboarden. Nou, dit is een beetje het laatste plekje waar ik goed kan fingerboarden in mijn huis. Er zijn natuurlijk 100.000 miljoen andere plekken. Je kan het ook op de grond doen. Je kan het overal doen. Je hebt eigenlijk niet heel erg veel nodig. Je pakt een washand of... washand. Ik zie hier een washand en ik zeg washand. Maar ik moet zeggen, wasmand. En je draait de wasmand om en je hebt een plekje om daar op te fingerboarden. Je hebt gewoon zoveel verschillende leuke kleine dingetjes die gewoon fingerboardable zijn. Dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt waar je bezig bent. Als je maar gewoon een klein platform hebt. En het beste is gewoon lekker een stukje hout of een stukje steen of whatever. Nou, en zoals jullie zien, je hebt dus helemaal niet veel nodig om een beetje een fingerboardplekje te maken. Je kan jezelf zo goed mogelijk dingen aanleren. Het enige wat je nodig hebt is een kleine ruimte, een kleine tafel. Het kan ook in de schuur zijn, het kan overal zijn. Het kan natuurlijk ook buiten, als je mooie plekken hebt buiten. Maar ja, het weer staat er gewoon echt niet aan deze tijd van het jaar. Dus daarom kan je het beste binnen zo goed mogelijk je fantasie gebruiken om overal een fingerboardpark van te maken. Zo, we zijn weer beland aan de eettafel. Dit is in ieder geval wel weer het plekje waar ik de video ga afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat de locaties toch nog gebruikt kunnen worden. Ik hoop dat ik jou inspiratie heb gegeven waardoor jij veel meer en meer kan fingerboarden. Ik vond het in ieder geval super leuk om te maken en ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen, net zoals altijd. Like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later. Het is alweer slecht weer.